Dus ik denk dat het zelfvertrouwen van de kerken gewoon een tijdje weg is geweest. Maar ik zie het wel terugkomen. Ik denk eigenlijk ook wel door het debat om de islam in Nederland. Dat het gewoon heel duidelijk wordt dat in dit geval dan de islam maar religie heel erg belangrijk is voor mensen. En dat daardoor er ook wel weer meer aandacht komt voor de christelijke kerk. Annemeta Gerritsen is de oudste van een gezin met 3 kinderen. We ontmoeten haar op de 13e verdieping van de Vrije Universiteit in Amsterdam, waar zij theologie studeert. Ik ben geboren in Friesland en daar woont ook nog heel veel familie, dus ik voel me ook nog een beetje Fries. Maar mijn ouders die wonen al sinds 1989 in Zwolle en ik dus ook. En daar ben ik opgegroeid, dus ik ben ook wel een beetje Zwollenaar, maar ik voel me nog het meest Fries. En nu ben ik verhuisd naar Amstelveen om in Amsterdam te studeren. Mm-hmm. Dus, ja. En mijn ouders, mijn moeder is ook in Friesland geboren, mijn vader ook. En mijn moeders familie is ook altijd wel Fries geweest, dus dat zit er altijd in. En ze hebben elkaar ontmoet in de kerk en dat heeft ook altijd centraal gestaan. Dus het is ook echt wel een kerkelijk gezin. Wat voor rol speelde die kerk verder in jullie gezin? Of speelt die kerk verder in jullie gezin? Wel een grote rol. Voor mijn vader natuurlijk dat hij heel veel is verhuisd en een domineeszoon was. Mijn opa ook geen strenge dominee, maar wel gewoon een goed gelovige dominee. En ook belangrijk, een grote rol in het gezin. Op een hele goede manier hoor. Maar ik merk dat mijn vader heel veel van mijn opa heeft overgenomen. En dat het ook heel erg belangrijk was om 2 keer op een zondag, was het dan eerst altijd, nog naar de kerk te gaan. En bij elke maaltijd 's avonds uit de Bijbel te lezen. En dat was gewoon onderdeel van de opvoeding en van de dag. En de kerk, mijn vader heeft daar altijd een grote rol in gespeeld. Was voorzitter van de kerkraad voor heel veel jaren. Maar dat was niet omdat het nou zo'n goed baantje, maar het was gewoon, je bent verplicht om iets naar de gemeenschap van de christenen te doen. En op die manier kun je dat heel goed volbrengen, zeg maar, zo'n taak. En het was ook in het gezin heel vanzelfsprekend. Dus dat hoorde er gewoon bij. Nou, in mijn studie heb ik, in het eerste jaar hadden we contemporaire theologie en daar krijg je de visies vanaf van Kant tot Kuitert. Dan krijg je de laatste 100 jaar aan visies. En daar kwam ook Levinas naar voren, theoloog en filosoof. En hij zei, zijn belangrijkste kreet is, in ieder gelaat is een sprankje God. Ook wel bekend. En daar was ik eigenlijk door geraakt. Ik dacht, dat is eigenlijk de reden dat ik theologie doen als je het op een christelijke manier bekijkt. Dus ik zie de mensen om me heen die hebben iets wat ik heel erg interessant vind, wat ik op dat moment nog niet echt zelf zo voelde, maar wel iets waarvan ik zag dat het voor heel veel mensen belangrijk was. En als je dat inderdaad interpreteert als datgene wat door God gegeven is of wat mensen van God in zich hebben, dan is het wel, dan link je weer theologie aan datgene wat ik altijd al interessant had gevonden. En nu ik wat langer studeer en ook wel wat meer visies heb gezien en daar ook veel meer over het geloof heb nagedacht, denk ook wel dat voor mij ook wel het belangrijkste is. Ik ben ook wel altijd op zoek naar het persoonlijke verhaal of en ik weet ook dat ik daar echt heel erg mijn energie uit haal. Ik help een jong meisje die heeft nu al wel 4 kinderen. Er zijn helaas alle 4 bij haar weggehaald. Dat heeft natuurlijk ook zo zijn redenen, maar het is heel moeilijk voor haar. En toen ik haar nog maar net kende, ik ging eigenlijk alleen maar bij haar opruimen. Want haar huis was echt een zooi en die kinderen konden daar niet in leven. Toen had ze ze nog. En ik ging voor Don Bosco Jonathan, de stichting hier in Amsterdam, gewoon bij haar langs. Nou, ik heb helemaal geen opleiding in de sociale voorziening of geestelijke gezondheidszorg. Ja, daar leer je nu wel wat over, maar niet om zo in zo'n situatie te stappen. En toch bij de derde ontmoeting, toen zei ze van kom even mee. En toen gingen we naar haar slaapkamer en toen begon ze heel erg te huilen. En toen dacht ik, jeetje, ik voelde me echt zo hulpeloos. En ik wist ook niet wat er aan de hand was. Toen zei ze, ik voel me helemaal niet lekker en ik heb trombose en het gaat allemaal niet goed. Maar ik ben zo blij dat jij hier bent. En ik dacht dat ik hier ben, ik heb nog niks gedaan. Maar op de een of andere manier had ik voor haar dan toch
ja, het feit dat ik daar naartoe was gefietst en aan had gebeld of zo, dat was al voldoende om te weten voor haar dat er iets met haar ging veranderen of zo, dat het verbeteren zou. Dat zij op dat moment voelt dat ze toch weer daar heel veel kracht uit krijgt, dan denk ik, ja, volgens mij staat daar wel iets van een god achter die op dat moment haar nog even een extra impuls energie geeft. Jouw opa die is immuun tussen pepernoten. Ja. Als je nou naar hem kijkt en naar jezelf, wat heb je dan overgenomen, denk je? En wat is er veranderd? Ja. Nou, heel concreet is de opleiding die we hebben gevolgd was aan dezelfde universiteit, maar is totaal verschillend. En ik denk dat onze theologische paden daardoor ook wel heel erg uit elkaar lopen soms. Ik heb echt bepaalde artikelen geschreven voor mijn opleiding die mijn opa liever niet zou onderstrepen. Maar hij zegt, het is wel heel lief, want soms belt hij me op en dan heb ik hem iets laten lezen of zo. En dan zegt hij, ja, maar het is ook goed dat het 6 jaar is, theologie. en het klopt ook wel, want de dingen die ik in het begin heb geschreven, nou ja, zoals dat over de mens en dat de mens dat heel zelf heeft geschapen, God en alles wat erbij komt, dat zie ik nu niet meer zo zwart-wit. Dus het klopt ook wel dat je daar een soort van proces doorheen gaat. Maar hij is daarin heel erg mijn, dat ik denk van ja, de wijze dominee die inderdaad ook al deze visies heeft gezien. Dus ook visies over van Kant of het hele anti-christologische visies. Maar die wel altijd steeds zijn geloof behouden heeft. Al heeft hij daar ook wel, denk ik voor zichzelf heel veel discussie over gehad. Maar hij is daarin wel een inspirator voor mij. Want ik vond hem gewoon, hij was altijd mijn opa dominee. Nou, dat is best wel, dat vond ik altijd best wel bijzonder. Hij preekte en dan stond hij altijd in zijn nette pak. En een beetje afstandelijk, maar niet op een slechte manier. Maar als een wijze opa. En nu ik zelf ook veel meer met die materie aan de gang ben gegaan, spreek ik me op dat niveau ook met hem. En zie ik dat hij zelf ook wel heel veel discussie heeft gehad. Dus hij inspireert me op dat moment ook wel door nog verder te zoeken. In 1 Samuel 16 staat een zin, dat is de uitverkiezing van David door Samuel. En daar staat dat het niet gaat om wat de mens kiest, want hij ziet tot het oog, staat er dan. Dus nou, naar het uiterlijk vertaalt de Nieuwe Bijbelvertaling. Maar het gaat om wat de Heer ziet, want hij ziet tot het hart. En dat vond ik zo'n mooie spreuk. En vooral om hem zelf te vertalen is natuurlijk, dan krijg je nog meer die dimensie. Maar ja, dat is van de laatste tijd in ieder geval de mooiste tekst. Ja, dat sluit het aan bij jouw inspiratie, denk ik. Ja. Ja, en ook wel heel erg het idee van dat ik altijd bij mezelf probeer te denken dat ik ook maar een enorm beperkt kader heb. Al is dat natuurlijk al best wel breed door mijn studie, maar ik kijk ook vanuit een bepaalde visie en heb ook gewoon heel erg vooroordelen. En dat wil je soms niet, maar nou ja, je eerste indruk is soms gewoon gestuurd door je vooroordelen. En dat ik denk dat je soms van mensen hoort van wie je het helemaal niet verwacht en die hebben dan toch iets heel bijzonders meegemaakt of gedacht. Dan denk ik, ja, volgens mij ziet God, die ziet wel meer in de mens dan dat jij natuurlijk ziet. Ik denk dat het geloof iets moois moet zijn waar je kracht uit haalt, wat je als mensen met elkaar deelt. En op die manier is God dus ook een hele positieve figuur waarbij je geborgen kan voelen en waarin je vertrouwen kan hebben. Ja, God is voor mij wel, als ik bid, dan is dat wel voor, dan vertel ik dingen of zeg ik dingen die ik tegen geen mens op aarde zou zeggen. En dat is niet omdat ik geen goede vrienden heb, maar dat is dan omdat God wel dat vertrouwen in zich heeft, in dat woord God. Dat ik dat allemaal wel durf te zeggen. En ik heb ook altijd wel het idee dat er wel iets over mijn schouder meekijkt naar wat ik doe of zo. En dat ik op die manier ook wel verantwoordelijkheid heb in mijn gedrag naar andere mensen. Dus God reist met je mee eigenlijk. Ja.
Mijn oma heeft in de oorlog al haar broers kwijt, is daar al haar broers kwijtgeraakt. En terwijl die allemaal in het verzet zaten. En dan denk ik, kijk, zulke dilemma's ben ik nog niet tegengekomen. Dus ik kan nog relatief makkelijk zeggen dat God, dat ik daar een hele sterke vertrouwensband mee kan hebben. Omdat ik nog niet enorm in teleurgesteld ben. De mens is zo mooi. En zijn, als je mag geloven wat in Genesis staat, zijn we naar het beeld van God geschapen. Dus nou, dat moet wel heel goed zijn. En ja, ik denk ook dat je niet moet verzakken in dat zondige. En, dus er zijn gewoon mensen die verkeerde keuzes maken. En hele verkeerde keuzes, zoals in de oorlog. Maar in ieder mens zit iets goeds. En in ieder mens zit dat sprankje God van Levinas, zeg maar. Dat de kerk blijft bestaan. Dat heb ik als kind altijd heel lekker gevonden. Dat er een plek was waar je mensen ontmoette van alle leeftijden en van heel verschillende achtergronden. En dat je toch met elkaar iets gezamenlijks deelt, wat iedereen ook nog heel erg belangrijk vindt, namelijk het geloof. En als je het moeilijk hebt, dan staat er een potje stamppot voor de deur. En volgens mij is de kerk gewoon echt het meest ultieme goede sociale cohesie als het goed gebeurt. Dus dat wil ik wel heel graag uitdragen. Dat is ook de reden dat ik nu voor de kerk in Amsterdam werk. Mm-hmm. Ik denk van ja, het kan zo erg bijdragen aan je leven. En het is gewoon, afgezien van het gelovige aspect, is het gewoon een hele goede buurtgroep waar je een beroep kan doen op je medemens. En daar komt dan nog eens bij dat je gesterkt kan voelen door de traditie van het geloof. Dus dat is wel, ja, dat wil ik echt overbrengen naar de jongeren in mijn omgeving. En ik neem ook wel eens huisgenoten mee naar de kerk of naar activiteiten die ik organiseer. En dat is dan meestal vooral om gewoon te laten merken dat het helemaal niet zo eng is. En dat je ook helemaal niet zonder discussie daar in de kerk mag lopen. Maar nou ja, dat je juist heel erg vrij ontvangen wordt en mensen uit allerlei richtingen van de samenleving leert kennen. Ja, ik ben wel het meisje van de kerk bij mij op de eenheid. Dus ja, als ze iets hebben over geloof, dan zit er wel eens een artikel in mijn postbak of zo. En dan, ja, als ze iets willen weten of zo over de Bijbel, dan vragen ze het aan mij. Mijn buurmeisje die is ook protestant opgevoed, maar is niet zoveel meer naar de kerk geweest. En die zegt nu wel van, doordat ik met jou gewoon naar de filmavond van de kerk ga, heeft het wel weer meer betekenis gekregen. En is de stap alweer minder groot om er eventueel wat mee te gaan doen, ook echt zelf. En ik ben altijd vrij enthousiast als ik uit de kerk kom, dus dat is ook wel aanstekelijk. Dat ik vertel wat voor mensen ik heb ontmoet. We werken altijd in Amsterdam en jongeren, doen een diaconaal jaar hier. En daar werk ik ook mee. En dan denk ik, ja, door middel van de kerk werk ik samen met hun en ontmoet ik mensen uit hele verschillende culturen. En dat is gewoon, dat heeft een super meerwaarde, afgezien van het feit dat je ook nog samen christen bent, zeg maar. Ik denk dat ik toch wel vast wil houden aan het beeld van de hemel. Ik vind het wel mooi. En als ik in God geloof, kan ik ook wel geloven dat uiteindelijk... die uiteindelijk nog dichter bij God kan komen of zo. Ja. Maar of ja, de hemel, ik zou dat niet te concreet voorstellen. Ik zou graag willen dat als mijn opa en oma, dus ze leven alle vier nog, dus ik heb echt heel veel geluk. Maar dat als ze zouden komen te overlijden, dat ik dan zou kunnen denken dat ik ze over een tijdje weer tegen zou kunnen komen. Maar aan de andere kant zegt mijn rationaliteit dan van ja, kom op zeg. Je leeft nu, je moet er hier wat van maken en je moet niet denken dat je dan daarna nog een hele geschiedenis kunt opbouwen. Dus ja, hoe dan de hemel gestalte krijgt is denk ik meer in het idee van dat je dan heel dicht bij de liefde bent of